Yo de mensen van SpecialCraftNL. Ik ben Mick. En ik ben Glitterpen. We zijn hier vandaag weer met een nieuwe survival dinges. Alweer de tweede aflevering. De vorige was vorig jaar denk ik. Het gaat snel. Ja. Zit gewoon een jaar tussen. Ja, slecht van ons. Moeten we maar snel beginnen met waar we gebleven zijn denk ik. Ik was gebleven bij het minen, dat weet ik al. Oh ja, en ik was nog een huisje aan het bouwen. Oh, ik was hout voor jou aan het halen, dat was het. Hier. Oh ja, dat zou kunnen. Oh, dank je. Het is fijn. Jullie kijken vandaag dus mee met Sam. Ja, uit een ander perspectief. Gewoon uit een ander persoon. Gewoon... Zien jullie ook eens hoe episch mijn skin is zonder dat ik F5 moet doen? Ja. Ja. Hij is geweldig. Ja, zullen we maar gewoon doorgaan? Ja. Denk ja, ik heb trouwens een nieuwe skin. Oh ja, ik zie het. Omdat jij mij ooit ijsschot voor poepzwarte. Deze heb ik ook zelf gemaakt. Het is een luiaard met een bril. Wauw. Ja. Ja, het is je aan te zien. Kwaliteitje? Kwaliteitsskin hoor, jongen. Oké, zullen we maar verder gaan nu? Ja. Oké. Ik hak wel even wat cobblestone. Ik vraag me niet. Ja. We gaan het denk ik nodig hebben. Ik weet het niet. Het is jouw voorspelling. Ik denk het ook hoor, maar... Het wordt ook alweer bijna nacht, dus we moeten wel weer wat opschieten, want anders worden we zo meteen belaagd door zombies. Misschien kunnen we hieronder even... Hadden we al bedden? Nee. Ik heb geen bedden. Maar dat heeft ook geen effect. Oh nee, ja, we spelen op multiplayer. Oh wauw, die was best wel erg slecht voor mij. De stand zijn we iedereen dwingen om een bed in te gaan. Ja, anders krijg je een ban, joh. Ja, ga je bed in. Ga slapen, kluiter. Ja, slapen, knutje. Oh, dat lijkt op een woord wat ik niet mag zeggen van mijn moeder. Daarom zei ik ook knutje. Ja. Wauw, we beginnen weer heel goed, zo 's morgens. Ja, ik slaap nog. Ja, ik ook. Geweldig. Ik moet eten hebben. Ik heb 2 steak. Wil je een steak? Yep. Vers van het huis. Ja, van vorig jaar. Gemaakt door jouzelf, dus ik weet niet hoe goed het dan wel niet is. Ja, hij smaakt fantastisch hoor. Of het nou invries of niet, hij smaakt nog fantastisch. En ik word hier belaagd door skeletons terwijl ik op zoek ben naar eten. Ja, het begint al, daarom zeg ik, we mogen snel ons huisje afmaken. Een roosbush nemen we mee. Koei staat hier. In de boom te glitchen, nee. Oh, 2 stickies. Zo. Gaan we ook glas nodig hebben? Tuurlijk. Dan ga ik even wat zand meescheppen. Oeh, die wou ik hebben. Oh, we hebben hier gewoon een mini-dam zitten. Een mini-dam? Ja. Een uberhipster mini-dam. Waar? Hier. Waar is hier? Kun je komen halen? Ja. Maar dat doen ook al 3 zombies. Nou, dan laat ik je lekker alleen. Hé, nou! Ja. Dat is 1, dat is 2. Oh, kut. Ga dood, ja, ga dood. Hey, net zei je nog dat je daar niet mee mocht helpen. Oh. Ja, maar ik leef gelukkig nog. Dan mag het, hè. Als het gaat om leven en dood, dan mag dat. Ook in een vierkant spelletje? Ja. Ook in een vierkant spelletje. Ik vond het best wel een goede opmerking. Skeletor. Doei. Koei, val dood. Nou, kom je me nou halen, want ik ben helemaal alleen en er staat daar een skeleton. Gewoon niet in de oog. Ik ben bang. Niet in de... Oh, hier, hi! Hi. Hey! Hi. Nou, waar is die mini dan? Volg mij. Volg mij. Dan gaan we even een keer het speciaalste van de wereld laten zien. Oh, fuck. Jammer. Ja, het is mij wel gelukt. Ja, na. Weet je, het eten ligt me nogal zwaar op de maag, dus mond houden. Waar ben je nou? Oh, daar. Skeleton! Jurk van naar daar, bitch. Kijk hier, hier heb je dit water. En dan heb je hier in één keer water, dan is het hier lager. Dan heb je gewoon een mini dan. Oh, zombie! In het begin, toen ik echt begon met Minecraft spelen op het derde of zo, was ik echt gewoon niet fucking bang voor zombies en zo. Hoe oud was je toen? Ik denk 3. Dat kan niet, aap. Minecraft bestaat nog maar 3 jaar. Ja. Ik heb het voor de eerste keer gespeeld. Toen had je nog zo'n uitgerekt poppetje. Ja, dat klopt. En dan moest je, kon je alleen maar eroverheen rennen. Dat was gewoon Minecraft, alpha build, nog wat. Maar ik heb een keer, het voelt voor mij of ik 3 was, maar ik was waarschijnlijk gewoon nog een kleutertje van 6, denk ik. Oh, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 13. Dan kan je nooit jonger dan 10 geweest zijn. Dan ben ik gewoon een mietje, denk ik. Denk het wel. Oh, kut, 3 skeletons. 3. Ontwijk de arrows. Leroy. Run for your life. Ja, ik heb het overleefd. Oh, ze volgen me. Dat betekent dat ze je lief vinden op een andere manier. Ja. Ik denk het niet, hè. Het hun niet lief namelijk. Ik ben nog steeds op zoek lekker naar eten. Mensen kunnen... Wie de fuck zitten met smite te spelen? Dat is echt hinderlijk. Ja joh. Ja maar dan. Kom dan. Jij ook? Hi. Ja, kom maar. Nu vraagt iedereen zich af, wat is Mick aan het doen? Nou, er kwamen 3 skeletons achter me aan en ik heb nu een trap gebouwd waar ik overheen ben gaan staan. En die skeletons, die zijn zo dom om erop te lopen. Maar als ze erop staan, kan ik ze 2 keer hitten en dan vallen ze er vanaf en dan gaan ze dood door de fall damage. Dus ze raken me niet en toch kill ik ze. Double kill. Ja, triple kill, hè? Triple. Ja, triple. Triple. Maar goed, dat was dus best een... win-win situatie, een win situatie. Ja, gewoon weet je, van win. Van yeah. Ja, en win. Ja. Ik heb alleen voedsel nodig. Ja, ik heb 19 beef en 6 halve pork chop, dus dat is niet zo'n probleem meer. Heb ik ook arrows? Ja, ik heb 3 arrows gekregen van die bitches. Oh, en ik heb een halve, 2 foodbar dingetjes en ik ga vechten. Oh. En ik heb ze alle 3 geraakt op een skeleton die nu dood is. Je gaat niet dood, hè? Bijna. Nee, grapje. Ik overleef het wel, joh. Zo'n survivor ben ik hem ook alweer. Ah, ik hoor al die mobs en ik ben fucking freaked out. Nu. Want ik heb geen armor. Ik heb enkel een stone sword. En ik moet proberen te overleven. Ik ben al onderweg hoor. Niet dat dat... Ah, ik overleef het tot heden prima. Want ik moet ze gewoon... Er zijn fucking veel skeletons hier. Ik moet gewoon zorgen dat ze mij niet raken en ik hun wel. Dat lukt me wel. Maar... Nou ja, dan wordt het maar rotten vlees eten. Ik heb nog een halve food bar, maar ik ben er al. Nu ga ik dood aan honger. Hier. Neem een stukje zombievlees. En blijf daarna zoveel mogelijk stilstaan. Ik heb trouwens nog 2 zombievlees. Wil jij er nog in? Nee, ik heb vol voedbaar. Mag ik shit? Ik steel gewoon shit. veel zit er niet in. Hebben we iets van kool? Nee, dan wordt het hout. Mag ik jouw hout? Ik heb 5 logs. Ik dacht dat je hout ging hakken. Oh, had je ook gedaan, maar. Ik ben heel even wat beef aan het verbranden nog. We kunnen het tenminste wat regulairder voed. Of sukkel. Kijk, en daarom spelen we op een server. Ik kreeg een mini hartaanval. Iedereen zag het. In één keer stond er een rij van een razzia van 3 Duitsers hier zo naast mijn neus. 3? Ja. Huh? Oh, spider achter me. 3 van die verkrepte. Het was er nog een. Ja. Joh, heeft nog wel, hoop ik. Ja, ja, ja. Het klinkt alsof je ja zegt dat je ja moet zeggen. Ja, ja. Ik leef nog, kijk maar. Nee. Wow, ik had heel eventjes... Wauw. Je had heel eventjes... Wauw. Ja, ja, duidelijk. Ja, heel erg duidelijk. Hm? Ach ja. Creeper, nog een. Auw. Dat doet soms best wel pijn. Nee, ja, dat voordeel... waren 7 hartjes. Ja. Nou, ik sloeg hem net jouw kant op, gelukkig. Ja, en ik wou hem eraf slaan. Dan moet ik weer eten. Weer. En je eten is niet... Hier. Ik heb toch al wel full food bar. Dat ik net dood ging. Oh, je ging wel dood, leugenaar. Ligenees. Heb je nou een kobbel? Ja, heel veel. Ja, yeah. Mag ik het hebben? De rest zit in mijn chest. Okay. Zal ik dat maar even... Hey. Dat is gemeen, ik kan erin spieken. Jan, maar dat mag niet in survival. Tuurlijk wel. Waarom niet? Waarom mag ik dat niet? Nee, grappig. Ik ga hier gelijk deze boom hakken, omdat hij heel irritant in mijn uitzicht staat. En het is een kutboom. Ja, doe dat wel helemaal omhakken daarna. Waar gaan we de deur doen? Hier? Zo? Ja. Ja, hè? Maar dan moeten we ook een deur aan de andere kant, hè? Want ik wil wel naar het strand kunnen lopen. Ja, daar heb ik wel een gaaf ideetje voor. Gewoon een balkon waar je vanaf kan glijden ofzo. Ik heb wel een gaaf ideetje daarvoor. Dat komt wel goed, maar dat maar aan mij over. Voor deze boomhak heb je gewoon X-ray nodig. Zowat wel, hè. Die bomen zijn zelfs in creative pocketing om te hakken. Mocht je die hele boom weg gaan halen, bijna brokje bij brokje, want anders blijft die hangen. Wat ik meestal doe is gewoon weglopen en ik kom 5 minuten later terug. Dan zie ik precies waar nog lucht ligt, want daar hangt nog random leaf in de lucht. Ja, en dan gaat mijn ex natuurlijk net kapot. Heb je nog 3 koppelstof? 3? Ja. En daarna komt er ook alweer kleur aan, hoor. Is dat ik zelf nog een beetje had, want anders was ik nu nog maar gewoon out of kobbel geweest. Kijk dan, nog gaan er een paar leaves weg. Kijk hoeveel hout er nog zit. Ik had net nog alles weggehaald. Potverdorie. Ah, vang ze. Dat lijkt... Dit klopt niet, weet je. Als je in het echt zo je boom zou moeten hakken en dan zo'n lok op je neus zou moeten opvangen. Ik zie het wel helemaal voor me, zo in zo'n cartoonfilm, zo. Wat dan denk ik zo'n stuk boom op je neus. Ja, droom ik er verder? Ja. Ja. Ik krijg er alweer 42 logs uit, dat ding. Wil jij alvast beginnen met het smelten van glas? Ja, wauw, dit stiekt er uit en de zand is nou in. Oei. Zullen we stained glass doen? Welke kleur? Mooie kleur. Oh, trouwens, ik heb dit voor u. Wat is dit? Ik gooi het nu naar je en je pakt het nu op. Oh, ja. Oh. Ik heb nog 42 logs, weet je? Ja, zo meteen wel. Oké, ik heb ze al gegooid. Nou, dank je. Even kijken. Dan kan ik weer even vooruit met de boompjes. Zo. Ik heb even spullen. Hé, dat komt wel goed uit. Dat je die nu net gooit. Ja, zo ben ik, hè. Hey. Altijd op een te groot ego hebben, dat is ook sport zeker. Ik vond hem zelf wel goed. Ja. Dat is meestal, hè, als je grapjes maakt over je ego. Ja. Lukt het, Sam? Ja, ik ging wel even een klein beetje stuk. Ja, binnenpretje? Ja. Binnenpretje wat naar buiten kwam. Ja. Oh, weet je waarvoor ik die saplings ga gebruiken? Vertel. Voor in de furnace te gooien. Heel veel denken van, oh, useless, dit, dat. Maar je kunt heel goed op koken. Niet veel, maar je kunt er wel op koken als je niks hebt. Ja. Je kan toch ook gewoon op een takje koken? Alles brandt, hoor. Chest ook? Oh, dat weet ik niet. Dat is wel een hele hippe. Waarschijnlijk. Test. Ja, dat gaan we gewoon testen veel. Oh, ik heb hier nog een chest in zitten. En werkt het? Ja, het werkt, Heel goed zelfs. Oh, het brandt ook gewoon lekker lang. Maar komt omdat heel veel hout in verwerkt zit. Ik denk het. Oh ja, ik wil mezelf... Dat wil ik gaan doen. Ik wil mezelf nuttig maken. Ja. Ja? Oh. Oh. Ja. Zo. Doe maar luxe. En zo. Ik ga even bij het strand, even in de buurt, ga ik even een pumpkin farm aanleggen. Want als we dan kippen hebben en riet, kunnen we pumpkin pie maken. Oh, ik ga even zinloze, kansloze dingen in een kist stoppen, hoor. En wel inventory raakt vol met troep. Gewoon een bordje erboven, zinloze, kansloze dingen. Ja, we hebben hier 2 van die kisten staan, maar mijn inventory raakt helemaal vol met troep. Door die talloze monsters die ik al vermoord heb zo net. En zo. Heb jij Ludo vermoord? Nee. Oh. Bitch. Ik dacht heel even goede tijden, slechte tijden. Maar... Ja. Waar zijn dan de goede tijden? Want ik zie altijd maar slechte tijden. Ja, echt, hè? dat heb ik ook altijd. Goede tijden. Nou kijk ik ook niet zoveel, hoor, maar ik denk niet dat het daaraan ligt, want het gaat volgens mij in het algemeen over. Ja, mijn moeder moet het kijken en als ik me dan verveel en ik ga naar beneden, dan moet ik het ook kijken. Oh, gewoon niet vervelen en op de pc gaan. Doe ik ook. Ja, maar mijn moeder zegt altijd, je bent verslaafd aan de computer. Ik zeg nee, ik vind het gewoon heel leuk. Dat zei mijn moeder ook. En daarom wil ze dat ik soms zelf... Totdat ze zelf research ging doen en erachter kwam dat als ik verslaafd zou zijn aan een pc, dat ik dan gewoon zou zitten te trillen op de bank op het moment dat ik niet op de pc mocht. Dat ik dan gewoon alles eraan deed om op de pc te komen en dat doe ik niet. Dus ja, ik doe er wel veel aan om op de pc te komen, omdat ik me beneden gewoon kapot verveel. Ja, same story hier, maar dat betekent niet dat je verslaafd bent. Dat betekent gewoon dat je niks anders hebt om te doen. Ja, echt, hè. Ik heb niks om te doen, daarom ga ik een beetje YouTube-video's maken. Oh, je vertelt nu net aan de kijkers dat je het niet doet uit passie. Ja, ik kijkers, ik zou spontaan gaan abonneren op JustKSNL, want die klootzak die doet het alleen maar voor zichzelf en niet voor jullie. Nee, dat is niet waar. Oh. Ik doe het gewoon... Zodat doe het voor jullie. Een keer teleur kan stellen als de video ten einde komt. Zo, jij bent een aardig mens. Oh. Nee. Maar volgens mij moeten we dat nu gaan doen. Ik denk het ook. Maar ik wil heel even deze zin afmaken. 5 seconden. Ja. Ja. Wat ik dus wou zeggen is, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Omdat ik het leuk vind. Omdat ik het voor jullie wil doen. Dat ik het leuk vind. En daarom. Wow. Ja. Dus ga jij nu afsluiten? Ik denk het. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet, Sam, dat is een Glitterpen. Kies je duimpje naar keuze. Rood mag ook al en dat vinden we wat minder leuk. En ik zou zeggen, subscribe en tot de volgende.